Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de stem van Songfestival.be. En vandaag gaan wij voor jullie het nummer van Italië beoordelen, de groep Maneskin. En we zullen eens beginnen bij Jonas. Wat vind jij van de inzending van Italië dit jaar? Ja, tegenvallend eigenlijk. Het is iets anders wat ze normaal... het is iets anders wat ze normaal brengen. Zo niet het klassiek Italiaans nummer. En ik heb er wel moeite mee. Allee, het is aan het groeien bij mij, maar... Ja, ik vind er eigenlijk niet zoveel van. Ze hadden betere nummers in hun selectie dit jaar. Dus tegenvallend. Veel kan ik er eigenlijk niet over zeggen voor de rest. Oké. Jonathan, wat vind jij van het nummer? Ik vind het fantastisch. Ik wil niet contraire om contraire te doen, maar ik vind het echt gewoon fantastisch. Het is zeker voor mij een van de beste van Sanremo van dit jaar. Niet mijn nummer 1, denk ik wel, maar toch wel zeker nummer 2 of nummer 3. Alleen, ik weet echt niet of dit gaat scoren op het Songfestival. Rockmuziek in een andere taal, dat heeft echt een heel slecht record. Dus ik zie dit naar Italiaanse normen het redelijk slecht doen. Al vind ik het wel geweldig en staat het bij mij zeker hoog genoteerd. Gunther, wat vind jij van... Ik volg eigenlijk mooi de meningen van mijn twee zeer gewaardeerde collega's. Ik zit er eigenlijk mooi tussen. Ik heb net hetzelfde een beetje als Jonas, dat ik denk van... Het moet nog een beetje groeien. En ik was vorig jaar enorme fan van Fire Amore. Dat stond echt vorig jaar bij mij bovenaan in mijn lijstje. Luister ik nog altijd, elke dag denk ik wel. Ik vind het echt een... Ik vond het echt een heel mooi nummer. En dan is dit wel ineens een heel andere koek dat je dan krijgt, als je ze naast elkaar legt. Is het slecht? Nee. Hebben ze pech dat er natuurlijk vanuit Finland zo'n vergelijkbaar liedje wordt gestuurd? Maar dan in de Engelse taal? Ja, ik zie Filip nu bedenkelijk kijken. Ja, ik zie u. Bedenkelijk. Wat Jonathan daarin zegt is goed. Is het nummer kwalitatief van Italië beter? Ja. Maar gaat het van Finland beter scoren? Ja. Omdat het in het Engels nog altijd toegankelijker is. En dat is voor mij inderdaad ook wel de ding dat ik heb van... Het zou wel oké scoren hoor. Ik zie Italië nog altijd in de top 10 eindigen. Redelijk ook omdat het Italië is. En omdat ze gewoon live ook goed zijn. En ik heb de live versie is gewoon goed. Maar ik denk dat ze het niet zo goed gaan doen als de vorige jaren. Het zal geen nummer 2... Het zal geen nummer 2 worden. Maar toch wel, het is een goed nummer. Je moet ervoor zijn. En rock op het Eurovisie Songfestival. Het moet kunnen, vind ik. Het moet niet altijd van... Nee, en nu ga ik een woord gebruiken. Sorry als ik mensen tegen de schenen sta. Het moet niet altijd van die platte genre muziek zijn. Het mag ook wel eens even iets met karakter zijn. En ik ben... Ja, dat mag uit worden. Hallo. Als je je nu aangevallen voelt... rockmuziek op een songfestival, ik vind dat dat mag. Ik vind dat een heel mooi... laat even kijken dat het songfestival alles includeert en dat het niet allemaal van hetzelfde, geen 13 in een dozijn, gewoon een uniek nummer, goed live gebracht. Dus ik wens ze alles succes toe en ik verwacht ook wel een top 10 score voor Italië. Okay. Jesper zou zich heel betaast voelen trouwens, ik geef het maar mee, dat even terzijde, sorry. Ja, carry on. Ja, Italië, in tegenstelling tot wat je zegt, Gunther, mensen gaan vergelijking maken met Finland, eigenlijk is dat niet waar, ook in rock zijn er heel verschillende genres, en dat van Finland neigt heel sterk naar het genre Linkin Park, en combinatie Linkin Park, Beastie Boys zelfs, terwijl dit een volledig ander soort van rock genre is. En ik vind dit nummer geweldig. Ik vind Italië, doe het alle jaren goed op Songfestival. Italië behoort ook elk jaar, of bijna elk jaar, tot mijn favorieten. En dat is dit jaar niet anders. Het is een heel sterk nummer. Ik vind het stoort absoluut niet dat het in het Italiaans gezongen wordt. Ik vind het zelfs een meerwaarde hebben dat het in het Italiaans gezongen wordt. Ten opzichte van het Engels. Dat doet het nummer ook nog eens zich wat unieker voelen. Voor mij toch althans. En ik heb ook... Want ik heb ook deze Sanremo, of de nummers van Sanremo, samen met Jonathan gekeken. En we hadden inderdaad, ik denk, 3 of 4 nummers waarvan we zeiden, ja, dit zijn goede nummers en dit was daar zeker bij. Ik ben ook daarna de groep gaan opzoeken op Spotify, omdat ik ze niet echt kende. Maar in Italië bestonden zij ondertussen een jaar of 3. En ze zijn daar heel sterk aan het groeien en opkomend. En blijkbaar ook wel heel populair. En ik heb ook een aantal van hun andere nummers beluisterd. En ik ben absoluut fan van deze groep. Dus ik vind het nummer geweldig. En van mij mag Italië zelf het festival winnen met dit nummer dit jaar. Dus ja. Ja, mijn mening, hè.
Dus wij gaan dan maar over de punten zeker. Jonas, wat vind jij van de... Ik wou het initieel een 4 geven, maar omwille van het feit dat het in het Italiaans is, ga ik het een 5 geven. Ja, een 5. Okay. Jonathan? Een 9. Ik vind het echt goed. Ik hoor het echt graag. Ja. En Gunther? Ja, ik vind het bij een van de betere nummers worden van de lichting van 2021, dus ik hou het toch ook mooi op een 8. Oké. Okay. En van mij krijgt Italië dit jaar een 10. Ik heb maar aan heel de reeks van alle nummers zijn er maar 2 tienen bij, die langskomen bij mij. Dus Italië hoort daarbij, dus van mij zeker een goede keuze voor Italië. Dus maar nu is het aan jullie. Jullie zien nu in het midden van het scherm, denk ik, ergens de gemiddelde score van onze voltallige redactie. Maar jullie kunnen natuurlijk ook punten geven. Dat kunnen jullie doen door onderaan de video in de link te klikken en zo naar onze webpagina te gaan waar jullie score kunnen geven tot 9 uur morgenochtend. En dan zijn wij er morgen opnieuw met een nieuwe aflevering van de stem van songfestival.be. Tot dan!